Voor even, want okay. Onze gast is aan de lijn. Hebben we de persoon? Oké, akkoord. Ja, meneer Vismalen, bent u er? Ik ben er, ja. Goedemiddag. Ja, goedenavond, goedemiddag, goedenavond. Hoe is het met u? Ja, ik maak het uitstekend goed. Ja, kunt u onze luisteraars een beetje bijpraten over de ontwikkelingen, de activiteiten van 1 voor 12 in Suriname? Nou, als ik praat over 1 voor 12, dan praten we over hulpverlening aan de mensen in nood. En dat doen wij in verschillende facetten. Het zij brood dat wij geven aan kinderinstellingen, aan scholen. En het zij situatie dat wij dat op ons bord komen verzoeken. Zoals eergisteren waren we helemaal in Tibiti. Hebben we een donatie gedaan aan de gemeenschap van Tibiti. Het waren 2 brandnieuwe dure brushcutters, levensmiddelen, kleren, pampers en nog veel, veel meer. We zijn ook bezig met bouw van een patet toilet voor een mevrouw Leter. Renovatie en ook een beetje renovatie aan de woning. Het zijn verschillende zaken dat wij doen met hulpverlenen. Ja, ja. Als we even kijken naar de hulpverlening in Suriname. U bent een van de stichtingen die actief is op dit vlak. Vindt er, want dit was een discussiepunt, vindt er al samenwerking plaats met de overheid of met het ministerie van Sociale Zaken? Nee. We hebben wel verzoeken gericht naar het ministerie van Sociale Zaken. Maar we hebben tot hier nog geen een antwoord van we kunnen u ondersteunen. We zijn nog wachtende voor dat men ons ondersteunt. Men ziet wat we doen. Eigenlijk doen we het werk van het ministerie van Sociale Zaken. Want als u nagaat, geven wij dagelijks aan de kinderinstellingen in totaal 500 broden. En los van de 500 broden geven wij aan een school te Powaka elke dag 200 broden. En dat doen wij allemaal door tussenkomst van verschillende donateurs, zoals een bekende man daar in Israël, meneer Remforum, die ons ondersteunt met kaas, met een salamiwoord, belg en vaak ook financiële ondersteuning. En zo kunnen we dat een beetje de trein laten rijden, maar het gaat stroef, moet ik zeggen. Ik ben een beetje teleurgesteld, het gaat stroef vanuit de kant van onze regering dat zij ons niet supporten met het werk wat wij doen, want het is zwaarder geworden, veel zwaarder geworden. Vele verzoeken die naar ons komen. We hebben recent een school, een Rieberg heeft het verzoek gedaan aan ons om ze te helpen met 4 schoolborden. En dan vind ik het belachelijk dat een schoolborden bij ons moet komen zoeken. Maar ik heb ze toegezegd dat ik ze dat ga doen, ga helpen, kost een plaatje van 10.000 SRD. Ik vind het alleen maar jammer dat het ministerie van Onderwijs niet kan voorzien aan kinderen die wat moeten worden in de maatschappij. En de hulp wordt, het verzoek wordt aan ons gedaan. We hebben ook weer een andere school die heeft dus gevraagd om meneer Vismalen ons dat wil. De kinderen worden net, je wordt er ziek van. Wat, ik vraag me af, wat doet het ministerie als men naar ons toe komt wil zeggen dat het eigenlijk, het is laat. Het is laat. Nee, ik vind het verschrikkelijk. Ja, nou ja, het is allemaal best wel treurig als ik het zo hoor. Bent u nog bezig met het bouwen van woningen? Want dat waren een van uw projecten. Ja, we zijn nog bezig. We hebben een stuk grond van de overheid gekregen. Een van onze komende projecten gaat zijn dat wij een gedeelte van het grond dat wij hebben gekregen gaan beplanten. We gaan vruchten planten, we gaan een ananas planten, we gaan groenten planten en we gaan dat verkopen om geld in de stichting te stoppen om te starten met de bouw van een dakloze plant dat wij hebben neergezet. Maar woningen bouwen, in totaal hebben wij al 16, 17 woningen gebouwd voor mensen. En we zijn niet bezig met de woning van mevrouw Leter. Maar we zijn helaas even meegestopt vanwege gebrek aan financiële middelen. Ja, ja. Het stuk grond dat u van de overheid gekregen heeft, dat gaat u gebruiken om te planten. En ook om te planten gedeeltelijk, om geld te genereren, om ons werk voor te zetten.
Ja, en ook, maar u gaat daar ook een opvang neerzetten voor daklozen. Ja, dat gaan we doen. Dat is ons een streven. Ja, op welke locatie? Het is waar het oud guesthuis van Sandra is. Ons grond is paal daarnaast. Ja, oké. Dus niet in de buurt van de stad of Paramaribo? Nee. Het is Parasandré. Parasandré, ja. Ja. U had ook onlangs een jongen gestuurd naar Nederland voor een oogoperatie. Ja, dat klopt. Hoe is het met hem? En, hoe is het met hem? Hij is heel goed teruggekomen. Hij is twee weken teruggekomen. Ik ben hem zelf gehalen op Sandré, begeleid naar huis. En hij moet nu een gepaste bril aandoen. Want hij ziet niet veel beter. Hij zegt tegen mij, maar het is maar, ik zie goed, ik zie heel goed. En dat stemt je goed, hè, om dat te horen. Want het was een hele gevaarlijke risico-operatie dat hij moest ondergaan. Ik kon het niet zien. Ik heb begrepen dat er een groep specialisten uit Nederland is. Een groep is afgereisd. Dat zijn Nederlandse, maar ook Surinaamse specialisten. Ja. Maar dat zijn, ik weet niet of zij cardiologen zijn. Ik dacht dat het om cardiologie ging. Ik weet niet. Want ondertussen is ook die jongetje Dylan geopereerd. Hè? Die vanuit het zuurstof leefde, die is geopereerd. Die is niet meer de oude. Hij moet alleen maar een beetje gaan teruggaan naar reanimeren, dat hij weer de oude helemaal wordt. Ja. Dus hij is ondertussen al onder het mes gegaan, is al de oude weer. Dus wij en mensen in Nederland hebben gedoneerd voor het proces. En ik ben ze dankbaar dat... maar het ging om die jonge man die weer een hartprobleem had? Klopt, ja. Hij is eerst geopereerd en hij is weer de oude. Nou, prijs de Heer, dat is heel mooi om dat te horen. Ik moest in gebed gaan, het was een toffe operatie, uren operatie dat hij heeft ondergaan. Ja. Dus naast hulpverlening, broden en andere elementaire behoeften. Hè, dus, alles en nog wat. U bent ook op het medische vlak bezig. Klopt. En daar zijn we veel meer geroepen de laatste tijden. Omdat als u weet, mensen die bijvoorbeeld een kankersoorten hebben, tumorsoorten, we hebben zeker nu vier van dat soort gevallen. En bepaalde medicatie die vallen buiten de STF klappen. En dan moet je dat contant betalen. En we hebben laatst voor een medicatie betaald voor iemand 4.500 STD. Gaat iemand naar iemand die niet kan werken en moet zo'n medicatie betalen. Die klopt bij ons. En wij hebben gelukkig een groep mensen in Nederland die op ons INC-rekening donaties doen, waardoor we mensen nogal kunnen helpen. Maar meer doen we het voor ons broodproject voor de kinderen. Ja, ik heb ook gemerkt dat, wij hebben ook heel vaak gesproken over het boek dat meneer Renfrum geschreven heeft. En dat dus, zeg maar, dat boek, de bijdrage die mensen eraan doen. Ik dacht dat dat boek €15 kost. Ja, een deel daarvan doneert hij aan eventuele. Ja. En ik mag zeggen, meneer Renfrum is een van de trouwste donateurs van ons. Hij belt mij elke dag. Weet je, en elke dag als hij wat heeft, bij die moment is, maar ik heb nu een doos gepost, gaat hij over 2 dagen of 3 dagen. Dus ik ben trots op meneer Renfrum. Absoluut. Maar wat ik wil zeggen, ik bedoel, die luisteraars, hoe kunnen ze bijvoorbeeld aan dat boek komen? Ze moeten gewoon bellen naar meneer Renfrum? Meneer Renfrum, dus ja? Ik denk dat meneer Renfrum niet meer bekend is. Als hij het niet heeft, dan kan ik het voor u opzoeken. Ja, maar goed, dat kunnen we dus doorgeven aan de mensen. Maar die mensen kunnen dus in elk geval aan dat boek komen. Het is een boek dat iedereen eigenlijk moet hebben. En voor €15 zou ik het niet laten, omdat een groot gedeelte van dat geld
ook gedoneerd wordt aan de kinderen in Suriname. Mensen zijn vaak niet bereid om in hun eigen zak te gaan om direct iets te storten. Maar via dat boek kunnen ze dat doen. Of ze kunnen ook gewoon op de rekening van u in Suriname of in Nederland, in ING-rekening, kunnen ze ook een bijdrage doen om die kinderen te helpen daar. Klopt helemaal. Ja. Misschien dat u straks, aan het voordat we dus het programma helemaal beëindigen, even uw rekeningnummer kan noemen, zodat de mensen tijd hebben om even pen en papier te pakken om het nummer te registreren. Ja, klopt helemaal. Nou, ik wil bij deze zeggen dat ik wil de mensen oproepen om massaal meneer Refrem te ondersteunen, want je moet zien, meneer Refrem is het gezicht van eventueel in Nederland. Dus ik wil vragen, mensen steunen jullie meneer Renfrem door een boek bij hem te kopen. Als je dat doet, dan helpt die eventueel ook. Want Renfrem is eigenlijk het verlengarm van eventueel in Nederland. Alles wat ik hem vraag, heeft hij nooit nee tegen me gezegd. Ja, dat is fantastisch. Praise the Lord. Amai, tjamiko, ja, tabrida. Ja, misabi. En amai, dreeg me, amai, tjamiko, ja, ik moet het niet meer doen, want hier wil ik niet mijn charter gaan houden. Ja, maar dat is een geintje. Maar ik zeg nogmaals, steun jullie met de Refrem, want echt wel een respectabele man in Nederland. Absoluut. Nee, het is een hele aimabele man ook, hoor. Ik heb hem ook een paar keer gesproken. Heel aimabel iemand. Ja, maar hij is mijn mattie, hij is echt emotioneel, en wanneer ik met hem praat, maar emotioneel echt. Ja. We moeten even, zo meteen als het even kan, het nummer, telefoonnummer van de heer Renfrem doorgeven, of in ieder geval aangeven waar onze luisteraars terecht kunnen om het boek te kunnen kopen. En meneer Viswale, kunt u misschien ook uw ING-rekening nummer nog vermelden aan onze luisteraars, zodat zij weten waar zij een donatie zouden kunnen storten. Hoe klein het ook is, hoe gering het ook is, ik denk iedere donatie is welkom. Is welkom. Ik noem het nummer voor u. Het is NL 88 INGB. NL 88 INGB. 3 keer 0. Ja. 69. 83. 40. 6. Ja, dus ik herhaal even, dat is het rekeningnummer van Stichting 1 voor 12 in Nederland. Ja. NL 88 dus, INGB. INGB, ja, en dan 3 keer een 0. Ja. En dan 69. 83. 406. Klopt helemaal. Ja. En ik wil ook nog even het nummer doorgeven van de heer Renfrem, waar onze luisteraars terecht kunnen om dat boek te kunnen bestellen. Het telefoonnummer van de heer Renfrem is 06 54 68 47 62. Ik herhaal. Het telefoonnummer van de heer Renfrem, waar onze luisteraars terecht kunnen voor het bestellen van het boek, waarbij ook een deel van de opbrengst gaat naar de Stichting 1 voor 12. Het telefoonnummer is 06 54 68 47 62. Mag ik even? Ja, iemand ga je gang. Ik heb Owen niet gehoord. Had je nog iets, Owen? Ja, nou, ik had nog een vraag. Ik ben altijd onder de indruk. Als ik meneer Vismade hoor, geweldig goed werk wat hij doet. En ik had nog één vraag, wat mensen mij ook steeds vragen. Aan het einde van een jaar, maakt u een jaarverslag? Ja, we hebben een jaarrekening, helemaal. Ja? Ja, we hebben een jaarrekening, meneer. Maar het gaat om een jaarverslag. Ja, en een jaarverslag? De activiteiten allemaal? Jawel, we hebben het. Ik kan slechts eentje van meneer Bos afsturen, dan kun je een zaak in krijgen. Oh, ja, waarom ik het vraag? Ik heb een paar keer ook met mensen, ambtenaren van ministeries in Suriname gesproken. Informeel hoor. Maak ik een opmerking. Hey, jullie moeten die man Vismalen beter en sneller helpen hoor. Die man doet goed werk.
En waarop eentje zei, maar verantwoordt hij alles? Ik zeg, jawel. Ik neem aan van wel. Helemaal. Dus vandaar de vraag. Dat zou toch gek zijn als je dat niet gaat worden. Je moet toch een jaar rekening hebben. Ja, precies. Oh, ja, een jaarverslag. Ja. Ja, dat hebben wij. Ja. En want eentje zei, als hij een verzoek doet voor iets, dan moet hij ook zijn jaarverslagen en zijn jaarrekeningen. Meestal, in Nederland gebruiken wij altijd de laatste 2-3 jaar. Die stukken, hè? Want die ambtenaar moet ook kunnen verantwoorden. Ja, maar die ambtenaren doen niks. Je hoort het toch, Owen? Ik bedoel, laat die ambtenaren maar zitten. Ik bedoel, dat heb je hier. Dat heb je in Suriname. Het zijn mensen die helemaal niet betrokken zijn bij dit soort zaken. Ze denken aan hun eigen zak. Ja, maar ik heb het nu even over als je bijvoorbeeld een minister aanschrijft of iets vraagt, dan moet je tegelijkertijd natuurlijk je jaarstukken van bijvoorbeeld de laatste 2 jaar erbij doen. Dat hebben ze, dat zegt meneer Dingen ook. Maar ik bedoel, ik vind het een beetje, nou ja. We hebben alles, ik ben het nodig, presenteren we dat wel. We hebben het wel. Oké, Abu. Ja, oké, meneer Visma, we hebben nu, we zijn bijna aan het einde gekomen van het interview. Heeft u nog in het kort een boodschap voor onze luisteraars in Nederland en voor onze luisteraars in Suriname? Mijn boodschap naar de vaste donateurs die op ons ING doneren, wil ik ze alvast bij deze hele hartelijk dank zeggen voor hun ondersteuning. En ik wil ze vragen om anderen te bemoedigen om ook ons werk te ondersteunen. En ook de mensen in Suriname wil ik ook dankzeggen die ook ondersteunen doen aan 1 voor 12. Nou, ik zeg ondersteunen zaak, dan trouwens, onze transparantie is altijd op het net. Hè. Alles wat wij doen, presenteren we via YouTube. Mensen worden soms boos dat wij het presenteren, maar dat is onze werkwijze, dat is onze transparantie. We hebben zoveel mensen die doneren, die zeggen van, ik doe ondersteuning voor een dakloze project. En dat wordt gefilmd en uitgezonden. Anderen zeggen van, net als meneer Renfrem, hij stuurt zijn woord, hij stuurt zijn kans. Iemand gaan vragen, alles ziet hij wat hij gedaan heeft. Alles. We hebben gewoon een open beleid wat dat betreft. Mooi. Ja, meneer Renfrem, hartelijk dank voor het interview. En we danken u ook dat u onze luisteraars geïnformeerd hebt over de jongste ontwikkelingen betreffende uw stichting 1 voor 12 in Suriname. Jawel. En we hopen ook dat de overheid een actievere rol zal spelen, want tot nog toe staan ze te veel aan de zijlijn. Ze kijken passief toe zonder iets te doen. Ja. Maar uw stichting doet in ieder geval het broodnodige. Ja. Meneer Vismalen, hartelijk dank voor het interview. We komen ook bij u terug in de toekomst. Luisteraars, we zijn gekomen. Dank u wel. Luisteraars, zijn gekomen aan het einde van het programma. Wel geïnformeerd op 30 oktober 2022.